goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Nessie heeft vandaag een smoothie voor mij gemaakt. Oh ja. Een avocado smoothie. Wat heb je erin gedaan, Nes? Banaan. Mm-hmm. Een halve avocado. Ja. En amandelmelk. Lekker. I love it. En ik ga het even meenemen in de auto. En dan ga ik het lekker even opdrinken, want we gaan dus zo naar Amsterdam. Ik heb een heel simpele outfitje aan. Volgens mij is het niet eens waard om te laten zien. Ik ga het maar even snel laten zien, maar het is niet zo bijzonder hoor. Ik heb een topje aan van de Zara. Blazer, naked en een broek ook van de Zara. En mijn naked laarzen. We zitten inmiddels in de auto. Nes heeft een nieuwe kapsel, hebben jullie helemaal nog niet gezien. Het is lang geleden dat ik heb gevlogd, Nes. Echt hè? Ik heb eigenlijk al eergisteren een keer gevlogd, maar toen was jij niet thuis. Oh. Dus dat heb je gemist. Wij zijn onderweg naar Amsterdam. Want ik ben uitgenodigd bij Veronica om een podcast op te nemen. Het grappige hieraan is dat de podcast dus gaat over muziek. Ik vind het heel erg komisch dat iemand mij uitnodigt om over mijn muzieksmaak te praten. Omdat jij... Artiest Mariama. Jij lacht me altijd uit op mijn muziek. Dus ik vind het eigenlijk best wel grappig. Dan mag ik daar lekker lopen praten over Selena Gomez en je zo. Bent artiest Mariama. Je danst, je zingt, thuis, je doet alles. Mijn smoothie is echt lekker die muziek van mij heeft gemaakt. De volgende keer moest je er misschien wel nodig. Nee, dankjewel. Ik vind het ook precies goed. Ik kreeg het ook niet flikker weer van Nessie, moet ik te snel praten. Maar daar gaan we precies niks mee doen. Vorige keer ook in mijn vlog gezegd en niemand boeide het. Weet je wat ze wel kunnen doen? Even een tip voor iedereen. Je kan bij YouTube kan je de filmpjes maar iets langzamer zetten. Misschien kan je het dan volgen. Nou, thanks voor de tips aan mijn volgers, jongens. Heb je wel eens live gezien? Nee. Ja, jawel. 2018, maar dat is echt... Maar niet in de prime. Nee, dat is echt mijn droom. Ik ben net klaar. Oh, het duurde even een uurtje. Oh, focus. Het duurde een uurtje. Wat vond je ervan, Nes? Hoe deed ik het? Jezus Christus. Hoe deed ik het? Ik vind het heel leuk. Ik zei van voor ik heel zenuwachtig was. Ik ben altijd heel zenuwachtig voor dit soort dingen. Maar ja, achteraf denk ik... Achteraf denk ik, was echt heel erg leuk. Dus ik ben toch wel blij dat ik het heb gedaan. Veronica is ook echt heel top, hè? Ja, je was laat je ook gewoon lekker op je gemak. Ja, daarom. Een hele goede morgen. Ik begin heel random mijn vlog, want ik moet zo editen op kantoor. Ik dacht, nou, dan ga ik me even filmen. Ik heb vandaag een pakje aan van LA's. Het is genoeg van de morgen. Het is avond. Het is fucking 5 uur. Dus ik heb een pakje aan van LA's Sisters. Hij zit echt heel erg comfy, moet ik zeggen. Love it! Het is vandaag trouwens zondag. Ja! En we hebben een ritueel op zondag. En het is? En dat is dat we elke ochtend dan naar de Starbucks gaan. Dus we zijn naar de Starbucks geweest, we hebben lekker een koffietje gehaald. Daarna even een eitje gebakken. Jij hebt een eitje gebakken voor ons. En gewoon lekker rustig gaan ontbeten. Toen hebben we nog even gewerkt. We moesten allebei even iets doen voor een samenwerking. En nu gaan we naar kantoor. Oh, ze gaat weer Ali illegaal hierin. Ik ga illegaal tegen het verkeer rijden. Het is weer het taxibedrijf Mariama de laatste tijd, hè? Wanneer je moet rijden zodat je man zijn klusjes kan doen. Wordt gebruikt hier. Ik ben net klaar met editen. En mijn eten is net binnengekomen. Ik laat jullie even zien wat ik vandaag ga eten. Vandaag zondag, dus ik ben lekker voor pasta gegaan. Wel glutenvrije pasta, fusilli en een lekkere salade daarnaast. Ik heb hier echt zin in. Het was echt heel lekker, guys. Echt een aanrader. Niet normaal. Mijn buik zit wel echt helemaal vol. Sukkel. Niemand staat voor de goal. Niemand. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. En ik ben mijn dag echt heel goed begonnen. Ik heb namelijk al gesport. Toen heb ik daarna even gedoucht. Ik heb me even klaargemaakt. Ik heb nog steeds niet ontbeten. Maar ik laat jullie even zo zien wat ik ga ontbijten. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik even een pakketje met jullie unboxen. En dat is van Ideal of Sweden. En die hebben echt heel leuke accessoires voor bijvoorbeeld je telefoon, je pasjes, je AirPods. En ik mocht een bundeltje uitkiezen. Dus die ga ik nu even met jullie delen. Ik denk dat jullie heel veel voorbij zien komen met Black Friday. Omdat er echt zoveel korting is. Maar het geldt dus voor Ideal of Sweden ook. Ze hebben nu 50% korting. Met mijn kortingscode Miriam Ahmadi krijg je nog extra 5% korting. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. Maar ik heb altijd zo'n heel lelijke iPhone hoesjes. Eigenlijk gewoon echt van Apple. Maar
Hij wordt echt zo snel vies, omdat hij dus mat is. Dus ik kan echt blijven schoonmaken, maar hij wordt echt heel snel vies. Dus ik ben heel blij dat ik een nieuw hoesje mocht uitkiezen. En normaal gesproken ga ik gewoon altijd voor zwart, gewoon basic normaal. Maar ik heb een keer voor mijn lievelingskleur gekozen. Ik hou heel erg van nudes en neutrale kleuren, zandkleuren. Ik hou er echt van. En toen zag ik dit hoesje. En deze heet Wild Cameo. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar kijk hoe mooi. In een krokelprintje. Echt super mooi. En heb ik dit erbij gekozen. Dat is een magnetische pashouder. Precies hetzelfde. En die kan je dus zo gewoon erop klikken. Kijk hoe handig. En dan heb je gewoon al je pasjes op je iPhone-hoes. En dan als laatst, om het af te maken. Kijk hoe cute. Het is eigenlijk een soort van hoesje voor je AirPods. Ik heb ze eigenlijk nog niet, maar deze zijn van Nessie. Ik heb ze gewoon erin gedaan om te kijken hoe het eruit ziet. En ik vind het echt kwalitatief allemaal zo goed eruit zien en mooi afgewerkt. Mocht je op zoek zijn naar een hoesje voor je telefoon, voor je pasjes, voor je AirPods, ga dan naar Ideal of Sweden nu. Ze hebben nu allemaal Black Friday acties, 50% korting en dan krijg je bij mijn code nog 5% extra korting. Zo, ik zie er even anders uit en ik heb toch even besloten om mijn haar even te wassen en te doen. Ik voelde het toch niet echt mijn look vandaag. Ik heb ook even snel een smoothie gemaakt. Het is een smoothie met banaan, perzik en amandelmelk. Oh ja, en ik heb een trui aan van Naked. Het is echt zo'n rechthoekig model. Ik vind het echt heel erg mooi. Ik heb daaronder een trainingsbroek aan van LA Sisters. Ook de groene, die matcht er mooi bij. Dus ik dacht, ik doe hem even eronder aan. Gewoon lekker comfy, want ik ga mijn nagels doen. Dus ik wil wel even lekker een comfy outfit. Oh my god. What the fuck is dit? Oh guys, ik heb het net gehaald. Ik kon gewoon niet meer verder rijden. 0 kilometer stond en ik dacht, oh mijn god, mijn auto gaat elk moment uitvallen. Maar ik heb het gehaald. Oh mijn god, nu snel naar mijn afspraak. In ieder geval, ik ben onderweg naar mijn nagelstyliste, naar A1. Mijn nagels zien er ook echt niet meer uit. En ik doe het eigenlijk om de 2 weken. Dat probeer ik. Dat vind ik persoonlijk het mooiste om te doen. Maar soms lukt het niet en heel vaak zitten ze ook gewoon vol. En nu heb ik ze gewoon 4 weken moeten wachten. Maar nu heb ik wel echt heel veel zin om mijn nagels te doen. Dus deze smoothie is echt lekker en totaal niet zoet. Want ik doe er wel banaan en perzik in, maar echt heel erg weinig. Mijn smoothie is niet echt een suikerbom wordt. Want dat is ook niet echt gezond natuurlijk. Het moet niet echt een fruitsmoothie zijn. Ik ben alweer klaar met mijn nagels. Ik kan nu helemaal niks zien, want het is alweer donker buiten. Dus ik ga nu even lekker richting huis. Kan je het zien? Ik ga weer even lekker richting huis. Ik moet even koken. En dan moet ik even eten brengen naar Nessie. Dat is een beetje de planning. Ik heb vanochtend gelukkig al mijn opdrachten afgewerkt. Die ik dus naar Lisette moest sturen. Dus daar hoef ik me even niet druk om te maken. Dus dan kan ik gewoon lekker naar kantoor gaan. Ik denk dat ik even mijn laptop ook gewoon mee ga nemen. Om daar te werken met Nessie. Ik heb echt heel veel trek. Dus ik dacht, ik ga even een koffietje halen bij de McDonald's. Want ik moet nog 35 minuten rijden. Dan kan ik straks even lekker rustig op mijn gemakje koken. Oh. Oh. Gaat niet goed. Hoi. Ja. Dankjewel. Fijne avond. Jij ook. Helemaal in paniek. McDonald's kregen ze altijd, als er een McCafé is, kregen ze altijd zo'n nougat gratis erbij. En omdat ik best wel goed bezig ben, heb ik hier dus nu een collectie aan nougaatjes in mijn auto. Dus elke keer als iemand in mijn auto komt, trakteer ik op een nougat. Zo, ik ben inmiddels thuis. Ik ben even naar de supermarkt geweest. En ik heb broccoli gehaald. Gewoon voorgesneden en gewassen. Alleen ik ga ze iets kleiner nog snijden. Want ik wil ze meebakken met de kip. Ik ben klaar met koken. Het is gewoon een heel simpel bakje geworden. En ik ga nu even douchen voordat ik eten ga brengen. Zo, ik sta eindelijk in de auto. Lekker opgefrist. Mijn eten mee. En dan gaan we even samen eten op kantoor. Nou, we gaan het even proeven. Vandaag eet ik even zonder rijst, jongens. Lekker een broccoli. Mocht ik erop staan? Ja?
half negen. Is lekker? Ja. Wat is dat sausje? Tomatensausje. Met, wat is het nou? Basilicum of zo? Mm. Maar het is niet heel heftig, tomaat. Dat is wel fijn. Nee, klopt. Ja. Guys, dat is lang geleden. Kijk bij wie ik hier ben. Bij Hon. Ik ben even langs Hon niet gekomen. Ik was op kantoor, ik verveelde. Dus ik dacht, ik ga even lekker langs Hon. Want het is echt lang geleden. Ik heb je heel lang niet gezien. Nee, alleen gebeld. Ja, alleen bellen, maar echt niet meer zo langskomen en zo. Wij zijn alweer thuis. Hoi Nessie. Hoi, dat ben je helemaal. Ik ga even nu mijn gezicht reinigen. Nessie is een beetje friends aan het kijken voor het slapen gaan. En dan gaan we zo naar bed. Dus ik hoop dat jullie mijn vlog leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende keer. Doei doeg. Och, lieve.